Uiteraard zijn we bijzonder vereerd om bijna 1000 brandweerlui hier in onze provincie te mogen ontvangen. De aanwezigheid van de deelnemers, maar ook de talrijke leveranciers van de brandweer op de beurs, onderstrepen hoe succesvol en belangrijk dit congres voor ons allemaal is. Wat ook tof is, is dat heel veel informatie beschikbaar is, die op een heel toegankelijke manier hier wordt aangeboden, zodat iedereen die op het congres is met heel wat nieuwe informatie en bagage straks weer naar huis gaat. Onze talrijke vrijwilligers die maandenlang heel zwaar moeten inzetten om dit congres mee te organiseren. Chapeau. Verbonden in actie, dat wil voor mij zeggen dat we samen die verbinding tussen de verschillende hulpverleningszones opzoeken. Dat we samen sterker, met één sterke stem kunnen spreken. Persoonlijk contact is op dit brandweercongres natuurlijk altijd het belangrijkste. We krijgen alle mensen tegelijkertijd hier over de vloer, terwijl we anders zone naar zone moeten gaan. Om hier alle bedrijven te zien die samenwerken met de brandweer, is wel heel interessant om hier een keer te zijn en van alles te zien. Nou, wij verzorgen een, mag toch wel zeggen, een hele interessante workshop over waterstof. Waarbij we echt enorm positieve en ook leuke, enthousiaste reacties hebben gehad. Met dit unieke filtratiesysteem, vijflaags, worden virussen uit de lucht genomen. Wij hebben innovatie in een onder andere een IV-trainer om brand en mensen beter te trainen in elektrische auto's. Als je later graag wil doorstromen naar de brandweer en al wat voorsprong wil maken, moet je zeker naar de jeugdbrandweer gaan. En daarom is het ook leuk om naar hier te komen om daar nog meer over bij te leren. Een topeditie. En we hopen volgend jaar dat alle zones met alle mensen, alle brandweermensen van de verschillende posten terugkomen. Ik kom elk jaar, dus volgend jaar kom ik zeker ook.